In de volgepakt topsportcentrum Rotterdam begint Nederland aan zijn eerste WK-kwalificatiewedstrijd. En dat gaat het doen met een sterke tegenstander, Kosovo. Dat af en toe nog wel eens een cadeautje wil weggeven. Tarifit, een van de vier debutanten bij Oranje, werd in staat gesteld bijna Oranje's eerste treffer te maken. Maar Kosovo is een geduchte tegenstander. De nummer 66 van de wereld. Land in opkomst. Mascherai. Prachtige paas van Rukovci. Oranje wel met het meeste initiatief. Hier Darami met een mooie passeerbeweging. Djurlic van Tigers Roermond. Bal scheert over. Maar de beste kans toch echt in de eerste helft voor Kosovo. Oranje echt op zoek naar een soort nieuwe identiteit. Natuurlijk onder leiding van de nieuwe bondscoach Miguel Andres Moreno. Technische staf aangevuld met Zaid El Morabiti en Sander van Dijk. Respectievelijk de coaches van Lebo en Hovo Kubo. Oranje moet scoren. Moet met een resultaat weggaan. En misschien deze poging van Tarifit was dan Oranje's eerste treffer geweest. Maar de doelman van Kosovo zat er uitstekend tussen. Tweede helft was Oranje wel veel dominanter. Met 0-0 tegen Kosovo zou deze reeks niet goed beginnen. De druk is daar. Boezamboe met het duwtje en het puntertje. En in de rebound Boujouzan. Uitstekende redding van Ramadani. Legsen Boujouzan zeer dichtbij Oranje's openingstreffer. Uit de tweede lijn is het dan Damani, Rotterdammer, debutant voor het eerst in Oranje. En hij viert het met zijn ploeggenoten. De zeer belangrijke eerste treffer van Oranje in de groep. Dus met Kosovo en het sterke Oekraïne. Zij gaan uitmaken welk van de drie landen doorgaat naar de elite ronde. De WK-kwalificatie, de verdubbeling van de Oranje voorsprong. Een feit, Ben Kalou in zijn tweede interland. Zeer belangrijke treffer, ook goed voorwerk van Tarifit met een handig steekpaasje. En Ben Kalou blijft cool met deze goede actie. Rechts goed gewacht en Ben Kalou met de verdubbeling. Kosovo dan gaat met meevoetballende keeper spelen. Een empty net, oftewel zeer veel druk van de Kosovaren Rukovci. Ondanks de druk van doelpunt te maken Ben Kalou die geraakt wordt, is het met het 2-1. 1 minuut voor tijd. Kan Oranje dan de voorsprong vasthouden? Rukovci ruikt sportief bloed. Hier goed ingeschoten. Doelman Stet de tweede helft op doel. Geen antwoord. Dan blijft Kosovo aandringen. Is het Ben Kalou die het lege doel probeert te treffen. Maar de bal wordt net van de lijn gehaald door Saliou. Dat geeft Kosovo nog 20 tellen om nog iets te doen aan de achterstand. Nederland moet alles geven. Komt er nog één grote kans voor Kosovo via Saliou. De opbouw gaat de bal uiteindelijk de hoek in. En is het Dave Stett die goed moet opletten op deze poging. Eerst tussen de benen en in tweede instantie gered. Het is de laatste actie. Publiek zeer gespannen, maar Nederland wint met 2-1. De eerste interland onder de nieuwe bondscoach is een feit. Nederland begint de WK-kwalificatie goed met een 2-1 zege op Kosovo.